Hoi, hoe vind je dat ik kan dansen? Ik ben als het ware de beste danser van het hele kabouterbos. Ik ben niet eens aan het dansen. Ik ben aan het dansen. Nee. Jawel. Welkom dames en heren bij aflevering 88 van Disneycraft. En ik ga door met dansen terwijl jullie naar het intro kijken. Oké, people, let's go to work. Sam. Ron, wat staat er vandaag op programma in 8.0? In aflevering 88 van Disneycraft. Een feestje? Nee, Rovi. Oh, jammer. We gaan wat leuks doen. We gaan bouwen aan Atlantis dadelijk. Oh! Ja, dat heb ik toch gezegd? Sorry, ik dacht dat er een feest was. Wat? Feest? Er is altijd feest bij ons. Oh, oké. Okay. Ja, Sam is hier al. Ik kan niet mee. Kan ik helpen, Sam? Ja, kom. Lukt het? Ja. Dit wordt een schuur en die gaat helemaal door naar achter. Dus dan krijg je planken van 2 breed. Heb ik dat goed? Mhm. Oké. Okay. Leuk. Maar het leek me leuker als we de ingang naar hier lieten steken. Dus ik ga hem even slopen. Kijk, het lijkt me leuker als hier. Even kijken hoor. Als we hier de ingang maken. Want dan hebben ze aan die kant ook wat leuks om te zien. Want daar is natuurlijk die molen waar ze al naar kunnen kijken. Dus ik zou hem hier maken. En dan een schuurtje naar achter. 2 plank. En dan zou ik hem door laten gaan naar tot hier. En dan zoiets. En dan een leuk torentje erop of zo dadelijk. Aan de zijkant. Dat je meer... 1, 2. Dit is een beetje model. Leuk toch? Als we hier plankjes maken. Goed gekeurd, Roy, het model? Ja. Net omgedraaid. Oh, oké. Is dat leuk zo? En dan raampjes erin dadelijk. Geen raampjes, Sam? Jawel, doe maar wel. En dan met van die over. Van die dakjes erboven. Ja, geen hout? Dan zeg, nee, doen we met dat rood. Het ziet er wat meer uit. Ja, oké. Okay. Vind ik. Oké. Okay. Als voor nou zeg maar. En wat voor glas? Gewoon normaal glas? Nee, ik zat er denk ik geen glas. En als voor nou zoiets doen, dat is wel weer een raampje. Nou, ik zou hem in het midden doen. Dan zou ik hem zo doen. Niet? Ja, is goed. En dan... En de vloer van Potsel? Ja, hè? Of van hooi misschien? Dat is leuk. Een hooibaal schuurtje. En dan even kijken wat de hooi... Wat is dat? Hoe heet dat in Engels? Of een mix. Kan ook. Ja, van wat? Van hooi en... Ja, maar wat is die hooi-code, joh? Ik weet het. Tering, hey. Ja, maar ik weet niet hoe je hooi... Hey, heet die. Hey. Niet gek. En met wat zouden we dat combineren? Met... En met Potsel en... Dat is 3.2. Oh, dat ziet er wel aardig uit, joh. Misschien iets meer Potsel. Dat is wel heel weinig, hè? Doe gewoon nog een keer. Nog een keer. Hij moet echt precies staan, anders doe ik er nog wat dingen bij. Nou, ik doe nog wat hooibaal bij. Zo. Hier nog wat zo. Leuk zo. Hartstikke leuk. En dan hier buiten er staan nog meer van die hooibalen natuurlijk. Zo. En hier is een beetje een opslag hier. Opslagje, klein opslagje. Hier kom je langs zo. Het is een beetje een boerderij aan het worden, hè? Dat gedeelte. Maar ook een beetje met de berengrot natuurlijk. Meloenen. Ja. Niet zo. Kom mevrouw Meloen hoor. Meloenie. Celebration time, come on. Hoe doe je dat nou, Sam, met die hekjes, met die fences? Hoe doe je dat moet nou? Eerst een blokje onderzetten en dan moet je ze daarna opzetten. Oh jee, dan heb ik alweer buttons neergezet.
Oh jee. Oh, dat ziet er apart uit, joh. Wauw. Cool, Sam. Wauw. Ik zou er ook een leuke boom nog neerzetten, want dan bedekken we het een beetje voor de mensen. Ik altijd met mijn bomen, denken jullie. Sst. Kom je hier zo aan, dan kom je langs de grotten, dan kom je daar en dan zie je dat gebouw al staan, de ingang. Zo, een beetje gras. Wel leuk als je hier een boer ziet staan, weet je? Hier zo. Of een paar van die kippetjes. Misschien kunnen we een leuke een farm maken waar de diertjes in zitten, Roy. Aan deze kant. Ja, diertjes van de farm. Oké. Ook in zo'n stalletje. Hoe maak je nou zo'n stalletje het leukst? Ik wil dat wel van hout doen hoor, want ik vind een houten stal vind ik wel leuk joh. Ik weet het, ik ga gewoon even naar Warp Kabouterrit. Uh-oh. En daar staat een... ik ben gewoon trots op die attractie. Ik kopieer daar gewoon een stalletje van. Hey. Kijk, hey. Hier hebben we namelijk een hele leuke stal staan. Nou, ik vind het een ontzettend leuke stal. En dan zeg ik gewoon van... Even kijken hoor. Hallo, daar ben ik weer. Hallo, good morning, how are you? Zo. En hoe vind je dit dan? Ziet er hartstikke leuk uit. Hekjes nou gezet. Wat zeg je? Die hekjes. Wat is er mee? Die krijg ik hier niet. Wacht. Ik ga het fixen, let op. Kijk, je plaatst hier. Geef een hekje aan mij. Oh. Ja. Dankjewel. Teamwork hier, jongen. Wauw. Oh, ja, komt die buttons. Oké, die plaats opnieuw. Kusje. Er moet nog een dakje op. Oh, je bent al dakje maar. Oh, kijk hoe schattig. Oh, ik weet wat voor dit. Wacht even. Let me do something and you don't vind het niet erg als if I do that. Vind het niet erg. Op. Kijk. Ik weet nog wat je gaat doen. Ja, je weet het al. Ja, ik weet het. Ja. Dat is echt heel erg schattig. Ja, weet ik. Oh. Het is zo leuk. Het ziet er zo leuk uit. Het ziet echt leuk uit. Kijk nou. Ja, ik vind het prachtig. Wat is er? Wacht. Nee. Nee. Nee, waarom? Nee. Niet die. Waarom deed je hem nou de... Okay. Ja, oké. Okay, kan ook. Maar ik vond de hooibaal wel wat leuk, omdat je hiervoor met hooi bezig bent, zeg maar. Ja, kan ook. Wat zeg jij, Sam? Die? Of deze? Nee. Even... Oh, Sam, wat zeg jij? Ik zou deze met oliebal doen. Nou! Nee! 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 Zo! Zo! Ja! Je zit er! Ja, zo, ja. Nee! Oh, ja! Nee, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja. Ja, met de hooibaal inderdaad. Want kijk, hier is al een hooibaal. Kijk, farmboer. Hello, Louis, how are you? Kijk, en dan... Hier zo komt geen worteltjes meer uit. Oh, er komt een hele stek uit. Zie je dat? Oh, er zijn een trip hier. Kijk dan. Space hooi. Kijk, space hooi. Roy, kom snel. Wat? Space hooi. Oh my god. It's spacing hier. Dat krijg je ervan als je te veel niet hebt. Nee. Nou. Ja, Sam heeft weer verpest. Die heeft ze opgepakt. Nee. Kijk, Sam. En ik bedoel, Roy, kijk. Als we nou dit open laten, dan kunnen de mensen van de andere kant kunnen ze ook nog ja, die mooie tuin zien hier. Nee. Maar als we dit open laten, moeten we hem hier ook afsluiten. Maar we maken wel eentje groter. Zo. Dat is allemaal hooibouw voor die krengen. Kijk. Wat? Niet goed? Dat zeg ik toen. Jawel. Zie ik toen. Ik moet even kijken, ervoor zorgen dat dit ook daar komt, zeg maar. Hoe heb ik dit gedaan dan? Met een slab? Oh, ik weet het niet meer, Roy. Hoe heb ik dit nou gebouwd, joh? Oh, oké, hier komt een... Zo'n ding. En zo. Oh ja, ik weet het wel. Ja, een tijdje terug dat ik hem had neergezet. Zo. Loop dit door tot daar, ja. Denk ik. Ja, zoiets. En dan komt er nog een fence op. Dan kan dit vol.
zou het dak nog een beetje leuk kunnen maken. Echt een beetje een boerendakje. Ik weet niet of dit dakje vind ik zo. Ik vind hem zo houterig. Misschien kunnen we wat anders ervan maken. Wacht, ik weet wat. Ik maak een andere kleur. Stairs dak. Wat past daar mooi bij? Misschien stone stairs. Ik denk dat dat ook nog wel aardig staat. Bij zoiets. Dan zou je dus met... Misschien met dit stone. Ik weet niet of hoe dit eruit ziet, jongens. Maar is het ook wel wat of niet? Het is wel leuk. Vind je niet? Kijk, het heeft wel wat. Ik vind het wel weer iets anders, ja. Slopen we dit hele zooi hier zo. Zo. Zo, na dit boerderijtje gaan we even door met Atlantis. Atlantis is een heel mooi themagebied, die het ook natuurlijk in 2.0 open gaat. En dat gebied is eigenlijk een ontzettend spannende dark ride, waarin je met een boot door Atlantis gaat. En het is een heel apart iets, want Atlantis is eigenlijk een thema die ontzettend lastig te bouwen is. We hebben onze inspiratie gehaald uit een map, Atlantis. Die hebben we heel erg goed gespeeld, die map. Dat was een gebied. En daar konden we een beetje de kleuren uithalen wat ze nou precies gebruiken voor Atlantis. En ja, je ziet hem ook heel weinig. Atlantis zie je weinig terugkomen in servers, omdat het is gewoon een vreselijk thema om te gaan bouwen. Van Maroi, het is echt verschrikkelijk. Mm. Het is uitdagend en leuk. En dat maakt het denk ik heel erg positief leuk. En ja, ik laat het. Jullie hebben het natuurlijk al in de vorige video's misschien wel gezien, of in het park zelfs. Maar we zijn ontzettend. Ik ben er heel tevreden mee. Het is wel echt een uitdaging, weet je wel. Mm-hmm. Dat is ook belangrijk af en toe. Cobblestone. Kijk, hoe gaan we dit nou het beste aanpakken? Zo moet hij laten uitsteken altijd. Dat is altijd het mooist. Zo. En dan maak ik hier dicht. Zo. En dan maak ik hier een gat in. Waar je doorheen kan. Dus een soort schuurachtig. En er zit ook weer een soort opslag van hooibalen. Ik weet niet of je dat kunnen laten zien aan de mensen als ze hier komen. Ja, goed zo. Zo. Zo, mooi dakje erop. Dat hoort, hè? Zo, ik ga eens kijken hoe dat er dadelijk van buiten af ziet. Oh, en dan maak ik hier zo. Misschien is dat leuker zo, of niet? Is dat leuk zo? Oh. En misschien kun je wel zoiets opdoen, kijk. Hoe deed dat ook weer? Zo. En dan nog een slap erop. Ik doe gewoon eens gek. Kijk. Is dat leuk? Ja. Hoe deed ik hem daar nou? Zo. Of zo en dan zo? Ik weet niet eens meer, hoe deed ik hem nou? Dom. Wat? Nee. Ja, inderdaad. Oh, tof. Ik vind hem zo hartstikke leuk. Oh, jij gaat hem hier een beetje aanpassen, hè? Ja. Nou, ik vind het een hartstikke leuk stalletje. En als we hier daar wat dieren in doen, zo, dan maakt het allemaal hartstikke leuk. Fix water 10, zo. En doen we boomiew heb ik nog hier. Nou, zullen we eens naar Atlantis gaan? Dan ga ik even kijken wat Sammetje heeft gebouwd in tussentijd. Dat is altijd leuk om even te zien. Dit ziet er hartstikke leuk uit. Zo, Sam, kijk eens. Ik zal wat gras plaatsen hier. Niet te veel, want anders zie je niet meer dat het echt een farm is. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je dat een beetje ziet. Meloenetjes zie ik hier. Meloen. Hartstikke leuk dit. Heel gaaf. Dankjewel. Nou, ik vind hem heel tof. Het ziet er echt heel tof uit. Super. Dus dit is de boerderij waar je langskomt. Waar je Mien Meut ziet. En allerlei leuke schobbejakjes. Wat een mooie attractie, jongens. Ik vind hem nou al fantastisch. Ik ben er nou helemaal verliefd op. Ja, hè? En kijk, hier is een pad dan. Dan kom je langs. Dus dan kom je eigenlijk langs... langs het boerenveen hier. Ja, het is geweldig dit. Ik kan van de bovenkant zien hoe dat eruit ziet. Ja, dit wordt helemaal door... Wat is er? Nee. Oké. Kijk. Nou, dit is het gebied. Het ziet echt fantastisch uit al. Kijk.
En zo zie je dat het al echt een vorm krijgt. Tof. Ja, Roy, we weten het grapje. Roy en ik hebben een grapje onderling. Nou, zullen we naar Atlantis gaan? Kom mee. Ik neem je mee. We gaan naar Atlantis in de zee. Oh, er is iemand daar. En als je warp blijft doet, dan kan je namelijk kijken in de attractie. En Tom, hij vraagt, mag ik kijken met wat je bouwt? Ik ben gewoon eens in een goede bui. Huppakee. Tom, jij mag lekker even meekijken. Voor mij mag je even rondrennen. Ik ben, ja, toch vind je niet, Robby? Jij mag lekker bouwen. Ja, dat mag hè. Kijk, nou hier waren we bezig. Zoals je ziet, ik kan het even shaders laten zien, want dat moeten we altijd even laten zien hoor. Rudolf. Zo. En zwart beeld. Dat heb ik, dat is af en toe een bug. Dat is heel vervelend. Dan kies ik gewoon even een andere, doet het ook niet. Nou, dan doen we het even met non. Helaas, hij bugt hem even, de shader pack. Nou, dan laten we even zonder shaders zien. Maar dit is het gebied. En ja, het is een heel apart gebied. Heel leuk gebied. En ziet er fantastisch uit. Hé, Robby. Hé, Robby. Ja. Ja. En het is een boottripje. Je gaat door Atlantis. En je komt allemaal leuke dingen tegen. Nou ja, spannende dingen. Het is wel een beetje een thriller-attractie, vind ik zelf, hoor. Vind je niet, Robby? Vind je een beetje een thriller-attractie, toch? Een beetje. Gooi dat spel nou gewoon automatisch door de Sugar Gains? Weet jij dat? Wat? Groeit dat? Die Sugar Gains, groeien die nou automatisch? Of, Volgens mij niet. Volgens mij groeit er niks. Ik weet niet, want voor mij... Jawel, ze groeien wel. Ze zijn allemaal 3 stuks en ik had ze een beetje kleiner gewiekt. Ja? Ja, ze groeien gewoon automatisch, joh. Oh, dan groeien ze. Oké. Ja, want de dingen groeien voor me ook, hoor. Meloenzaadjes en zo. Nee, die niet. Die niet? Echt niet? Weet je het zeker? Oké, ik dacht dat het wel groeide. Nou, dit gebouwtje heb ik zelf gemaakt, dat torentje. Is een heel uitdagend torentje, want hij is lekker groot. En dan ga ik even de binnenbedekking doen met... even kijken, wat voor kleur kunnen we hier gebruiken, Roy, voor dit binnenplekje. Ik denk stone eerst. Dat ik hier stone ga neerzetten. Denk je niet, Roy, stone? Ja, dat denk ik, ja. Of een kleur. Nou ja. Oh, je... Hallo. Nee, niet zo, hè. Zo. Zo, daar ben ik ook weer. Hallo, Gio, welkom. Leuk dat je er bent. Hallo. 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 Hallo, Gio, van die. Hallo. Hallo. Het groeit zelfs binnen het gras, ziet dat, Roy? Nee? Ja, joh. Het is hevig aan het groeien hier. Oké, nou, binnenin, wat kunnen we hier neerzetten? We kunnen mensen even laten gluren hierin. Dat ze echt kunnen kijken van dat we hier wat thematisatie inzetten. Maar wat is nou Atlantis thematisatie? Water. Ja, water inderdaad. Ik kijk eventjes om me heen wat we nou allemaal hebben gedaan. We hebben inderdaad plantjes gemaakt. We hebben een bootje neergezet. We hebben... Ja, het is zo lastig om een bloemenplant inderdaad. Misschien wat van die crafting tables binnenin te zetten. Een paar chests of zo. Het is heel lastig... Maar het gaat een beetje om de thematisatie inderdaad. Misschien dat we wat water kunnen laten stromen inderdaad. Maar dat ziet er misschien wat goedkoper uit. Sowieso wel leuk om dingetjes binnenin te zetten. Dat mensen het wel kunnen zien. Als ze voorbij komen. Wat dacht je van vines, Robby? Dat hebben we ook niet zoveel gebruikt in Atlantis. Ja. Dat is maken, hè? Gewoon lekker om die paar vines gewoon even een paar keer opsmeten. Hoppakee. Hier nog een paar zo. Hier groeit wat vines zo. Dat ziet er wel leuk uit, die vines. Die maken het wel, hè? Die maken het wel hartstikke gaaf, hoor. Vines vind ik wel horen bij het water, waterniveau een beetje, vind je? Ja, het staat onder water, toch?
Atlantis. Soms wel, ja, dingetjes. Ja, soms wel, ja. Nee, maar dat... Ja. Zo? Ja, Atlantis, inderdaad. Ze hebben het inderdaad een deel onder water gebouwd, ja. Maar je komt niet echt onder water. Het zijn meer echte gebouwtjes die, zeg maar... Kun je wat water laten stromen op zich, vanaf de bovenkant. Dus, maar het kan geen kwaad op zich om hier wat water naar beneden te laten vallen. Ja, ik denk dat het wel hartstikke leuk staat. Ja hoor, ga maar door tot het saaien. Oh, saaien lijkt me leuker, Roy. Zo kan het ook. Saaien is speciaal gemaakt, hè, daarvoor. Nee, dat mag weer niet. Zo. En ik denk dat dat wel leuk is vanaf deze kant. Even kijken, als je hier gaat, zo. Ja, misschien moeten we wat meer hier een gat nog doen. Even een beetje te kijken hoe dat eruit ziet vanaf daar. En misschien hier nog. Hier nog één maken zo. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Kijk hoor. Ja, dat maakt het wel grappig. Misschien kunnen we hier wat een dingetje neerzetten zo. En misschien wat van die paddenstoeltjes. Het is heel raar om dat misschien te zeggen, maar die paddenstoeltjes hebben natuurlijk ook wel een beetje met water te maken, vind je? En de potsel zou ook wel binnenin passen hoor. En wat denk je van die van dat hoge gras, maar hoe heet dat Roy? Die fern? Fern? Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk past hier binnenin. Kijk nou. Nou, dat ziet er wel heel apart uit, ja. Heel gaaf. Zo een beetje bedekken zo met ferns binnenin. Leuk hoor, die ferns, hè? Ja, leuk. Dat is echt een safarietje hier. Ik had nog een heel leuk idee. Kijk hoor. Kijk. Ik weet niet of het kan. Ja, dat gaat. Maar? Ja? Ik weet niet of hij de laatste kan weghalen, maar... Nee, dat kan niet. Maar dat ziet er wel leuk uit op zich. Ja. Ja, het maakt wel gaaf op zich. Wacht. En als je nou dit doet, zo. Kijk. Oh, wacht. We moeten jij even weg, meneer Tom Ruiters. Ga eens even aan de kant. Ga eens even aan de kant. Dank u wel. Kijk, als we dit nou doen. Dat ziet er heel gaaf uit van deze kant. Ja, dat maakt hem hoor. Dat maakt hem af. Doen we hier ook gelijk. Even kijken hoor. Blap, blap. Klap, klap. En dan vanaf de buitenkant even kapot maken. Zo. Oh, kijk nou. Ja, dit doet het hem hoor. Gaaf. Heel mysterieus maakt het. Moet maar kijken hier van buiten, Roy. Kom eens. Kom zo drie keer. Hoppakee. Waar ben je? Oh, kijk hier zo. In die attractie. Maakt wel heel... Maar apart, joh. Ja, ik weet niet. Je komt wel heel snel langs, denk ik. Maar ik denk dat dat heel creepy maakt. Vooral met die paddenstoeltjes maakt het ook wel heel gaaf hoor. Oh, je kan gewoon meerdere hier. Je kan ook op zand. Oh, je kan op stoom. Nou, dat wist ik niet. Waarschijnlijk omdat het donker is. Oh ja, tuurlijk, want ze groeien ook op stoom natuurlijk in grotten. Nou, dan maak ik lekker een beetje paddenstoeltjes hier hoor. Gaaf. Ik vind het gaaf. Nou mensen, dit was het weer voor vandaag in deze aflevering 88. Waar we weer twee attracties hebben gethematiseerd. En voorbereiding op 2.0. Vergeet zeker niet een groen likeje te geven en, of een blauwe likeje. En te abonneren op mijn kanaal. Check ook even Roy Games. En dan zien we je volgende keer terug bij een nieuwe video van Disney Graaf. Doei doei! Doei doei!